Goedemorgen, dames en heren. Welkom bij de locatiekeuring Gaasterland bij de familie Eppega. We hebben vanmorgen een dertiental paarden, vijftiental paarden en die gaan we met plezier keuren en we hebben er prachtig weer bij. Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to the location curing in Gaasterland by the family Eppega. We have beautiful weather and nice curing, 15 horses this morning. And we see you in the midday by family Hans Wouter.
uitslag van nummer 1. Een paard wat misschien iets edeler in zijn hoofd zou mogen zijn, ook iets meer neklengte zou kunnen hebben. Het paard heeft een lange verticale hals, schouder ligt goed, zou ietsje sterker in zijn rug kunnen zijn, heeft een lang recht kruis. Het paard is ietsje onderstandig, heeft een goede hoek in het achterbeen, heeft een goede stand van het achterbeen. De stap was heel ruim en ook met veel afdruk en veel lichaamsgebruik. Hij had een hele goede stap. In draf zou het paard iets opwaarts mogen draven. Heeft wel een heel goed achterbeengebruik met veel buiging. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Ster met een tweede premie. Number one. The head could a little bit nobler. The pull of the neck could a little bit more length. The neck is long and vertical and good shoulder. The back is a little bit weak. The quality of the legs was good. The walk was very roomy and a lot of suppleness. And also in trot, the horse could a little bit more uphill, but a good hind leg using. So we take it in the stud book star with the second premie.
Uitslag van nummer 2. Een paard met veel ras, heeft een voldoende edel hoofd, een veel behang, verticale hals, schouderen schuin. In de aansluitingen in zijn rug, vooral kruislinden, zal die sterker moeten zijn voor een jong paard. Kruis is goed van ligging en ook voldoende van lengte. Paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Is ook een beetje recht in zijn achterbeen. De stap zou iets meer takt en ook iets meer regelmaat moeten hebben. Met name rechtsachter tilt het paard zijn been iets hoger op als linksachter. De draf was voldoende van ruimte. Zou iets meer kunnen onderbrengen. Mist daarin ook wat souplesse. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 7. Nummer 2. I'm sorry. The head is noble. And the neck is long enough and vertical. Good shoulder. The upper line good, a little bit stronger. The connection loins group good, a little bit stronger. The legs are a little bit straight in the hind legs. The walk could have more regularity. And trot, she needs more uphill and more using of the back. So we take her in the stud book today.
Uitslag van nummer 3. Een paard met een voldoende edel hoofd. De halsstand is verticaal, voldoende van lengte. Ietsje stijl in zijn schouder. De rug is voldoende sterk. Aansluiting kruis lenden zou ietsje meer bespierd en iets sterker kunnen zijn. Ook wat breder op zijn lenden kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte, maar wat afhellend. Het beenwerk zouden we meer kwaliteit willen, meer hardheid in de benen willen zien. Ook zijn reebenen zijn vrij grof. De stap zien we met name rechtsvoor een andere beweging als linksvoor. En in draf maakt het paard zich mooi. Hij is opwaarts en heeft dan ook wel een voldoende ondertredend achterbeen. Vandaar dat het paard vandaag, vanwege zijn kwaliteit beenwerk, wordt het paard vandaag opgenomen in het stamboek. Nummer 7. The head is noble, the neck is vertical, long enough, the shoulder is a little bit steep. The back was good, the loins group connection could a little bit stronger. The quality of the legs was not so good, a lot of flutter in. The walk was room enough, but the front legs could a little bit more regularity in the front legs. In trot, he was uphill, missing some suspension, and the rhythm was a little bit high. So we take it in the stud book.
uitslag van nummer 8. Het paard hebben we even wat extra laten stappen, want op normale keuringen doen we dat ook. Oh, paard nummer 4, sorry, ik zit er weer verkeerd. Maar dit is paard nummer 4. Een paard met heel veel ras. We hebben hem wat langer laten stappen, omdat hij we een beetje twijfels bij zijn stap hebben. En op fokdagen en op andere keuringen worden de paarden altijd eerst voorgesteld. En dan hebben ze wat meer gelegenheid tot stappen. Dus we geven ze nu ook de tijd om te stappen. Een paard met veel ras heeft een voldoende edelhoofd. Een halsstand die gewenst is, verticaal. Goede schouderlegging, sterke bovenlijn. Misschien ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis is voldoende van lengte. Het voorbeen is erg hol. Het achterbeen zou ook iets meer droger kunnen zijn. En vooral in stap zien we dat het voorbeen toch wel heel kort neerzet. En ook niet taktmatig neerzet. En in draf maakt het paard zich wel mooi, maar het voorbeen komt ook weer niet weg. Achterbeen is voldoende onder het lichaam. Het paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek vanwege beenwerk en ook vanwege de stap. Number 4 is a horse with a lot of racial type, good conformation, strong in the upper line, maybe a little bit straight in the loins. The quality of the legs could a little bit better. And the walk also need more regularity in the front legs. In trot, she was uphill and a good using of the hind legs, but the front legs need more length. So we take it in the stud book.
Nummer 5. Het paard heeft veel ras en edel hoofd. Ook een gewenste halsstand, veel lengte in de hals, heeft een schuin schouder. Zou dan in de bovenlijn vooral de rug sterker moeten zijn voor een jong paard. Heeft een verloede lang kruis, wat ook goed van ligging is. Dus de lengte van het voorbeen zou ietsje meer kunnen zijn. Het voorbeen, vooral met name rechtsvoor, zou correcter moeten zijn. Het achterbeen is, zou ook ietsje meer hardheid in kunnen zitten. In stap zie je ook dat het rechter voorbeen niet helemaal correct is. Dus het zou ook wat meer regelmaat moeten hebben en ook iets meer ruimte. In draf is het paard voldoende opwaarts, heeft ook dan voldoende draging. Het paard wordt vanwege het incorrecte voorbeen, het is niet dusdanig erg dat we hem niet opnemen in het stamboek, maar we nemen hem vandaag op in het stamboek zonder premie. Number 5, it's a horse with a beautiful racial type and a nice of a noble head, a long neck, long vertical neck. The upper line could a little bit stronger, the back is a little bit weak for a young horse. The quality of the legs needs more, and front legs he could correct her. The walk, we see the back, that the front leg, the right front leg was not correct. And trot, he was a little bit downhill and good suspension, and the hind leg could a little bit more on the body. But because the incorrect front leg, we take it in the stud book.
Hebben we nu nummer 6, een paard met een voldoende edel hoofd, een beetje lang hoofd, maar wel edel. Paard heeft voldoende halslengte, wat ook verticaal is, schouder is ietsje stijl, de bovenlijn is sterk, misschien ietsje strak op zijn lendenpartij. Kruis zou ietsje meer lengte kunnen hebben. Het voorbeen is voldoende van lengte, heeft wat platte hoeven en is ook een beetje week gekoot voor. Het achterbeen is licht sabelbenig. De stap was voldoende van ruimte, is taktmatig. In draf is het paard heeft een goed voorbeen gebruik, zet het voorbeen ook goed ver weg. Het achterbeen zou ietsje meer onder het lichaam kunnen worden gezet. Maar het is een sterk gebouwd paard, wat ook veel lengte in zijn voorbenen heeft en veel lengte in zijn lijf heeft. Het paard wordt vandaag opgenomen als stamboek ster met een tweede premie. Number 6, the head is noble enough, long vertical neck, the shoulders a little bit steep, the back is strong, the loins are a little bit straight, the walk, the quality of the legs was good, a little bit weak in the postern, the walk was roomy enough and good using of the body. In trot, he has a good front leg, the hind legs could a little bit more under the body. So overall, we take it in the studbook star with the second premie.
Nummer 7, eindelijk is hij er. Het paard zou iets edeler in zijn hoofd mogen zijn. Het paard is een beetje ook zwaar in zijn hoofd-halsverbinding. Hij heeft ook een hals die een beetje diep uit zijn borst komt en iets onderhals. Schouder is ietsje stijl. Bovenlijn is voldoende van sterkte. Kruislende aansluiting zou misschien ietsje sterker mogen zijn. Kruis is voldoende van lengte en ligging. Het voorbeen is ook voldoende van lengte. En het achterbeen zou correcter kunnen zijn, met name rechtsachter. Het paard zou in stap meer regelmaat en ook meer lengte moeten vertonen. De stap was onvoldoende. In draf loopt het paard er wel doorheen, maar in stap heeft hij vooral rechtsachter een probleem. Vanwege de stap wordt het paard vandaag niet opgenomen in het stamboek. Number 7, the head is a little bit long, the neck is a little bit heavy, also the pull of the neck could a little bit longer, the shoulder is steep, the back is a little bit weak, and the croup is long enough, but a little bit sloping, the quality of the legs could a little bit better, the walk was not regular, and also very short. The trot was a little bit downhill and could a little bit more carrying hind leg. Because the walk was not regular, so we can't take it in the stud book today.
Nummer 8. Een paard wat een beetje recht in zijn neusbeen is. Heeft een, daar wel een sprekend hoofd. De hals is een beetje, komt een beetje diep uit de borst. Heeft ook een beetje onderhals. Paard is voldoende sterk in zijn rug. Zou kruislende aansluiting misschien iets breder en iets sterker kunnen zijn. Kruis is voldoende van lengte. Het beenwerk heeft ook voldoende kwaliteit. Zou iets meer lengte in zijn voorbeen kunnen hebben. De stap was voldoende ruim en ook goed door het lichaam gestapt. In draf, dan zien we toch liever dat hij iets opwaarts draaft en vooral ook zijn achterbeen meer tot dragen brengt. Al met al vonden wij dit een paard dat opgenomen wordt in het stamboek met een derde premie. Voor een hogere premie zou hij beter moeten draven. Nummer 8. The horse is a little bit straight in the nose. Noble head. The neck is a little bit short and also a little bit under neck. Good conformation. The loins group connection could a little bit stronger. The quality of the legs was all right. The walk was roomy and good through the body. In trot, we see needs more uphill and more the hind legs under the body. So overall, we take it in the stud book with a third premie.
Dan hebben we nu nummer 10. Een paard met een heel hoofd, een goede halsstand die verticaal is en ook lang is. De schouder is ietsje stijl, een sterke bovenlijn misschien ietsje aan de strakke kant. Heeft een kruis wat iets hellend is, maar wel voldoende van lengte. Een lang voorbeen, achterbeen is licht sabelbenig. De stap zou meer ruimte kunnen hebben, ook meer lichaamsgebruik. In draf is het paard voldoende opwaarts, heeft ook een achterbeen wat voldoende onder het lichaam komt, maar zou iets meer tot dragen kunnen komen. Dit paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek Ster met een tweede premie. Nummer 10, een noble head, very noble head, a long vertical neck, good shoulder, shoulder is a little bit steep, good upper line, maybe a little bit straight in the loins. The croup is a little is long, but a little bit sloping. Long front leg, the hind legs are a little bit sickle hocked. The walk could a little bit more roomy, and a little bit more through the body. And trot was uphill. The good front leg. The hind legs needs a little bit more under the body. So overall, we take it in the stud book, star with a second premie.
de hoek weg. Nummer 11, een paard met een edel hoofd, heeft een iets zware hals die een beetje diep uit zijn borst komt, ook wat onderhals, schouder is wat stijl. Paard zou voor een jong paard ook iets sterker in zijn rug moeten zijn. Kruislendenaansluiting is voldoende sterk en ook brede lenden heeft het paard. Paard heeft een erg hellend kruis. Voorbeen zou iets meer lengte kunnen hebben. Ook de bewegingsafloop en de stand van het voorbeen zou iets correcter kunnen zijn. In stap is het taktmatig, heeft het ook zou je iets meer ruimte kunnen maken, maar is wel heel taktmatig. In draf dan heeft het paard voldoende voorbeengebruik en ook het achterbeen wordt dan voldoende onder het lichaam geplaatst, wel een beetje een hoog ritme. Paard wordt vandaag opgenomen in het stamboek en krijgt een derde premie. Voor een hogere gradatie zou hij ietsje sterker in zijn rug moeten zijn en ook iets correcter beenwerk moeten hebben. Number 11, a horse with a noble head, a long vertical neck. The shoulder is a little bit steep, the back is a little bit weak for a young horse. The quality of the legs is, the front legs are tuning in and tuning in. The walk could a little bit more roomy, but it was regular. In trots, he needs a little bit more bending in the hocks and also a little bit more suspension, but overall roomy enough. And but overall, we think it's a nice horse for taking in the stud book with a third premie.
uitslag van nummer 12. Mary, die ondanks een horizontale hals toch wel heel veel rest vertegenwoordigt, heeft heel veel behang. Dikke staart en veel manen. Edel hoofd. Ook een halsstand die een beetje horizontaal is. Schouder is schuin. Heeft een sterke bovenlijn. En Mary heeft ook een voldoende lang kruis. Zou misschien iets meer lengte in zijn voorbeen kunnen hebben. Wel droog en hard beenwerk. De stap is wat kwetsbaar. Die zou wat ruimer kunnen zijn. En ook iets meer door het lichaam kunnen stappen. In draf waardeert die Mary zich op. Dan gaat hij opwaarts draven. En dan heeft hij veel buiging in zijn sprongen. Heeft hij ook een goed zweefmoment. Dit paard wordt vandaag sterfverklaard met een tweede premie. Nummer 12, a horse with a lot of racial type, a long mane and a big tail. Strong upper line, good group, a little bit sloping. Good quality of the legs. Front leg could a little bit longer. The walk needs more roomy, but in trot she was uphill, good hind leg, a lot of bending in the hocks. So overall we take her in the stud book, she was already stud book, we make a star with the second premie.
Nummer 13. Paard met een voldoende edel hoofd. Heeft een halsstand die iets horizontaal is. Wel voldoende van lengte. Ook een schouder dat er goed in ligt. De rug zou ietsje sterker mogen zijn voor een jong paard. Ook kruislende aansluiting is, zou ietsje sterker mogen zijn. Kruis is wat hoog. Het kruis is wel voldoende van lengte. Het paard zou iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. Ook iets meer kwaliteit in zijn benen mogen hebben. Met name de stand van het rechter achterbeen zouden we graag correcter zien. In stap zou je meer regelmaat en ook meer ruimte moeten maken. Ook in draf zou het paard meer opwaarts moeten zijn en ook iets meer regelmaat in die draf moeten hebben. Het paard krijgt vandaag geen premie. Nummer 13. Noble head, long neck, a little bit horizontal. The shoulder is a little bit steep. Then conformation, the back is a little bit weak. Also the connection group loins could a little bit stronger. The quality of the legs could better. Right hand leg, it was not correct. Also in walk and trot, he needs more regularity. So we don't give this horse a premium.
nummer 14. Een paard wat voldoende edel in zijn hoofd is, zou er iets meer neklengte kunnen hebben. De hals is lang en iets horizontaal. Ietsje stijl in zijn schouder en je zou hem in de bovenlijn ook wel ietsje sterker willen zien. Ook vooral de verbindingen. Kruis is voldoende van lengte. Is iets hellend. Paard heeft, zou ook iets meer voorbeenlengte kunnen hebben. De stap was ruim en krachtig en ook met veel veer en veel afdruk. En goed lichaamsgebruik. In draf is het paard ook voldoende opwaarts. Heeft ook een sterk achterbeengebruik. Heeft ook voldoende zweefmoment. Vanwege zijn goede bewegingen wordt dit paard vandaag stamboek ster met een tweede premie. Number 14, the head is noble, the neck is long and a little bit horizontal, the shoulder was a little bit steep, the back could a little bit stronger, also the neck group loins connection could a little bit stronger, the quality of the legs was a little bit tuning out, the walk was roomy, powerful and also good through the body, and also in trot he had a lot of roomy, good uphill and also a lot of suspension, so we make a star with the second premier today.
Uitslag van nummer 15. Een paard met veel ras, heeft een voldoende edel hoofd, een verticale hals met veel behang. Schouder die er schuin in ligt. In bovenlijn is hij voldoende sterk, heeft een lang, iets afhellend kruis, lang voorbeen. Achterbeen is sabelbenig. In stap zou het paard meer ruimte moeten maken en ook meer door zijn lichaam moeten stappen. En in draf, dan zou het paard ook meer moeten reizen in het front. En ook het achterbeen meer onder het lichaam moeten plaatsen en ook meer zweefmoment moeten hebben. Het paard wordt vandaag geen ster. Dan zouden de bewegingen sterker moeten zijn. Dit is een Rijn. Wij hadden hem als hengst gekeurd. En bij hengsten hebben we maar één gradatie en dat is Vullenboekster of geen ster. Maar hij is ooit hengst geweest, hij is nu geen hengst meer. En hij kan vandaag opgenomen worden in het stamboek met een derde premie. Number 15. A horse with a lot of racial type, long manes, good vertical neck. The upper line was strong, and long croup, a little bit sloping. The quality of the legs was hard and a lot of hardness, but sickle hocked. The walk needs more roomy and also more through the body, and in trot he needs more uphill and more the hind legs under the body. So we take him today because it is a gelding in the stud book. Start a stud book with a third premie. Zo, dit was de laatste voor vandaag. We hadden een leuke keuring, goed weer, goede paarden. Een vlotte keuring. We hebben ons goed vermaakt en hebben een goede dag gehad. We gaan op naar Oldeboorn, Henswoude. We starten daar rond een uur of half twee, is de bedoeling. Misschien wel wat eerder, maar rond een uur of half twee kunt u rekening mee houden. So this was the last one on the location curing van de familie Eppinga. We had a good quality and nice weather. So we see you back in Oldeboorn around 13:30.